Leuk dat je weer kijkt naar FC Afkikken Live, de enige online voetbalshow in Nederland. Mijn naam is Neil Peetsen en de komende uur praten we je helemaal bij over het voetbal van het afgelopen weekend. Dat doe ik met de volgende drie gasten. Menno Pot, freelance journalist en heel groot Ajax-fan. Moet ik er wel even bij zeggen. Vieter Wormgoor, verdediger van ADO Den Haag. Normaal zeg ik dan en Geert den Oude, maar die is er niet. Waardige vervanger, Jordi Amali. Ondankbare taak natuurlijk, want Geert is niet te vervangen, maar ik ga mijn best doen. Okay. Heb je ook een weggooid van de week? Nee. Wel mooie sneakers. Dankjewel. Zal Geert heel trots op zijn. Ja. En natuurlijk mijn vrienden aan de rechterkant, Peter van Vliet en Jean-Paul Rizon. Welkom mannen. Dag Niel. Hallo. Ja, wat gaan we doen? We gaan het hebben over het voetbal bij ADO Den Haag. Ook wat er daar buiten gebeurde. Daar gebeurde heel veel vandaag. We gaan het hebben over de traditionele top 3. Maar ook een beetje over de crisis in Leeuwarden bij Cambuur. En natuurlijk het spel. Waar speelt hij? Maar laten we beginnen met de crisis buiten het veld in Den Haag. Er was vandaag een persconferentie. Vito, jij hebt er waarschijnlijk niet heel veel van meegekregen. Maar ben je ingelicht door de club wat er ging gebeuren? Of hoe is dat gegaan? Nou, ik moet je zeggen, we hadden vandaag gewoon een normale trainingsdag. En we hebben tegenwoordig even een soort van cloud. Een soort van appje wat elke speler, staf, medisch heeft. En daar kregen we in één keer een bericht in. En daar werd een beetje uitgelegd van hoe of wat. En wat stond er ongeveer in? Ja, dat is... ik heb mijn school niet helemaal afgemaakt. Dus dat... de tekst... Ik kwam er niet heel goed. Ik wacht op uitleg. Net of zo, zodat jullie allemaal kunnen zien wat... Programma's en dergelijke. Maar zonder smileys en zo. Dus het was lastig om te begrijpen. Ja, soms komt er ook wel een smiley. Persconferentie, lol. Maar in die tekst inderdaad niet. Geen tekst. Oké, als het goed is, Freek Jansen, onze favoriete Skyper van Voetbal International. Kijk, daar is die Freek Jansen. Een hele goede avond. Voor het bord. Waar werkt Freek eigenlijk voor? Ja, voor het bord. Hij doet het goed. Waar werkt Freek? Ja. Hij werkt voor Voetbal International. Dat is de radio week. Hoi Freek. Jij was vandaag bij die persconferentie van ADO. Vito zegt, hij had een appje vanochtend gekregen. Hij begreep er niet heel veel van. Ben jij wat wijzer geworden vandaag in Den Haag? Ja, zeker wel. Kijk, de kern is eigenlijk dat bekende verhaal dat Bank gewoon van alles beloofd heeft, maar alle woorden niet is nagekomen. En de kern daarvan is eigenlijk, je moet je voorstellen van Wang, die heeft een maanden geleden beloofd. Hoor je mij of niet? Heel goed, we luisteren achter naar je, sorry. Ja, normaal is dat Geert, die al na 2 minuten doorheen loopt te roepen. En dus we luisteren. Ik denk, hou me op een keer. Je wat zachter wil praten. Nee, je moet voorstellen, Wang heeft een tijd geleden heeft hij beloofd 3,7 miljoen euro om te investeren in ADO. Een deel daarvan zou voor 30 september worden overgemaakt. Een ander deel daarvan zou voor 30 november worden overgemaakt. En dan zal ook nog een derde deel komen. Maar nu zijn al 2 van die deadlines zijn verstreken. En beide keren heeft Wang eigenlijk nagelaten om geld te storten. Dus er is 0 euro vanuit China naar Nederland gegaan. En ja, nu moet je je voorstellen, ADO heeft daarop begroot. Omdat ze hadden de handtekening van Wang. Ze hadden mondeling akkoord van Wang. Dus kortom, ze zijn daar ook een beetje mee aan de slag gegaan. Nou, vervolgens is er geen geld gekomen. Dus wat is nu het gevolg? Dat ADO gewoon geld tekort komt, simpel gezegd. En als ze zo door zouden gaan, zouden ze ongeveer 1,3 miljoen tekort komen. Ja, en dat betekent dat ze... De kans groot is dat ze van de licentiecommissie in categorie 1 worden ingedeeld. Dus ja, kortom, in één keer zijn allerlei financiële zorgen bij ADO waar tot voor kort niemand rekening mee hoeft. Ja, is het dat Vito binnenkort bang moet zijn dat zijn salaris niet meer gestort wordt? Of is het niet zo ernstig? Nee, die vraag is ook gesteld. Niet namens Vito, maar we hebben hem wel gesteld. Qua salaris, dat is absoluut niet. Het voortbestaan is zeker niet in gevaar. Okay. Alleen, je moet wel voorstellen van... bepaalde stappen die de club wilde maken, kunnen ze nu niet meer maken. Dus
Als het geld niet komt, en hij heeft alle schijn van, dan worden in de winterstop worden er geen versterkingen gehaald. De sportieve ambities worden naar beneden bijgesteld. En daarvoor is 18 december belangrijk. 18 december is een vergadering met de aandeelhouders. En dan wordt eigenlijk gekeken, is Wang dan nog steeds niet met geld over de brug gekomen? Nou, dan gaan ze gewoon een hele nieuwe koers bepalen. En dan helemaal zonder Wang, zonder het geld van Wang. Ja, kortom, dan ga je eigenlijk weer terug naar het ADO. Ja, tot anderhalf jaar geleden. Dus gewoon eigenlijk het ADO zonder Chinese invloeden. En ja, alles wat Wang er nog dan in wil brengen is dan mooi meegenomen. Dus ja, kortom, eigenlijk bij ADO zijn ze gewoon helemaal klaar met Wang en met al zijn grillen. Want ook communicatie is drama hoor. Ze hebben al midden een maand niets meer vernomen van hem. Oké, maar andere koersvaren. Maar hij blijft dan toch wel gewoon eigenaar? Ja, nee, daarom is het ook een beetje een schijnkoers. Want ja, zolang Wang 100% van de aandelen heeft, ja, kan ADO van alles bepalen, maar is het gewoon de speelbal van wat er in China gebeurt. En ja, nu lijkt het er gewoon heel erg op dat Wang zich nergens iets van aantrekt. Ook gewoon niet bereikbaar is. Ze mailen hem, ze bellen hem, ze krijgen niets van hem terug. Over vandaag was hij weer uitgenodigd. Nou, heeft hij verder ook niets op laten weten. Dus ja, kortom, het is een groot schimmelspel. Alleen een belangrijk verschil met het verleden is dat ADO natuurlijk in de afgelopen maanden, en daar komt het woord kennisoverdracht, we weten ja, al die persconferentie, we weten het allemaal nog, maar de afgelopen maanden was het wel zo dat ADO Wang verdedigde. Ja. Wang was een beetje de knuffel Chinees, die bedoelde het allemaal zo goed, en wij, de boze buitenwereld, die zag het helemaal verkeerd. Vandaag is eigenlijk voor het eerst uitgesproken, de ADO zelf, door Jan-Willem Wicht en ook door een ander RVC-lid, van dat ze eigenlijk, ja, min of meer kort door de bocht gezegd, helemaal klaar zijn met Wang. Omdat hij gewoon en niet bereikbaar is en zijn afspraken niet nakomt. Dus ze weten gewoon niet waar ze op kunnen bouwen. Maar heeft het er nou ook mee te maken dat die andere Chinees, als ik het goed zeg, Wong, de assistenttrainer. Zeg ik het goed, Vito? Volgens mij. Volgens Vito. Hongbo. Hongbo. Dat die er nu ook niet meer is, heeft dat een met het ander te maken? Want hij was terug naar China om voor mij een verblijfsvergunning te krijgen hier. Ja, maar nee, dit heeft absoluut zeker met elkaar te maken. Binnen ADO deze vandaag nog heel erg voorkomen alsof dat niet het geval was. Maar goed, je moet je wel voorstellen, die Hongbo, oud-bondscoach van China, die is in China groots gepresenteerd. Daar hebben we toen ook beelden van gezien. Hè? Ja. Oh, Den Haag kwam voorbij en alles was groen en geel daar. Nee, wat echt gepresenteerd door Wang van deze man, deze toch ervaren trainer, die gaat naar Nederland en die gaat daar bij ADO de trainer uithangen. Nou, ja, Vito zal het misschien ook min of meer kunnen uitleggen. Zijn rol is tot minimum beperkt gebleven de afgelopen maanden. En ze hebben nog altijd geen vergunning voor hem kunnen regelen. En ja, dat is toch wel een beetje tegen de zere been van Wang geweest. Want die heeft daar echt gewoon gezichtsverlies daarover geleden in China. Maar goed, dit is nog wel een verhaal. Bij ADO zeggen ze dat Hongbo nu weg is. Maar dat de kans groot is als zijn vergunning er is, dat hij dan mogelijk weer terugkomt. Dus dit hangt er wel een beetje bij. Alleen, ja, je kunt absoluut heeft wel het een ook wel weer met het ander te maken. Want ja, duidelijk is wel, Wang die belooft van alles, die steekt er geen geld in. Dus laat ook wel zien dat Wang op een of andere manier toch ook wel heel ontevreden is hoe het allemaal gaat. Ja, het goed en duidelijk samengevat. Ik zie Freek dan, dat ze die assistent-trainer nog geen vergunning hebben gegeven. Dat die Wang denkt van, nou, dan ga ik jullie ook even dwars zitten. Ja, nou ja, de eerste termijn, daarom zijn die data wel interessant, want 30 september was de eerste termijn. Dus daarvoor had Wang het goud al wel gewoon kunnen overhalen. Daarna kwam alles met die assistent trainer op gang. Dus ja, dan kun je je voorstellen dat hij denkt, nou 30 november, jullie blijven maar even wachten op het geld. Maar ja, dan is eigenlijk de eerste termijn is daar niet van toepassing. Dus dat maakt het verhaal ook een beetje nachtschimmiger. Ja, ze hebben waarom, dat is de vraag die ze binnen ADO, en dan zei Jan-Willem Wicht, zichzelf echt 100 keer hebben gesteld. Waarom doet hij dit nou? Nou, het enige wat Jan-Willem Wicht, en dat is dan toch de algemeen directeur, kan verzinnen, is dat meneer Wang misschien wel het geld op dit moment helemaal niet heeft. Nou ja, als dat het resultaat is, ja, dan wordt het ook weer interessant, want dat zou ook betekenen, misschien wil hij wel van de aandelen af. Ja, en dan komt het wellicht weer in andere handen. Ja. ADO doet nu net alsof ze heel ferm iets besluiten, maar eigenlijk kunnen ze niks, toch? Nee, ze kunnen helemaal niks. Ze hebben, om maar even reclame te maken voor VI, komende woensdag in VI. Ja, maar dan is die werk jij voor VI, Freek? Nee, ja, toch? Werk jij voor VI? Dat Wang eigenlijk ADO in de wurg gegrepen heeft. Wang bepaalt heeft 100% van de aandelen. Dus ja, binnen ADO kunnen ze allemaal op de kop gaan staan. Maar als Wang zoiets heeft van ik hou die aandelen, dan blijven ze gewoon in China. En dan, ja, dan zullen we nog wel meer van dit soort hoofdstukken voorbij zien komen. Heeft iemand op de redactie van VI ook al het grapje gemaakt, Wangbeleid? Nee, dat is de titel van het verhaal. Wordt dat. Ja, dat is de titel van het verhaal. Dat wordt de titel van het verhaal. Freek, dankjewel voor deze voor mij heb je nog 738 andere media-optredens over ADO vandaag. Ja, we hebben alles opzij gezet voor FC Afrika. Uitstekend. Dat waarderen wij zeer. Heb je nog een vraag voor Vito?
Wel goed. Een vraag aan Vito. Oh, dat is wel goed. Die had ik even moeten voorbereiden natuurlijk. Je kan hem nu alles vragen. Het is live, hè, Freek? Het is alles vrij. Alles kan je vragen. Het is live. Ja, nee, ik kom erop terug. Oké, ik ga... Jammer, Freek, hoor je niet, Freek. We zitten in een tunnel. Nou, dan komt hij goed weg. Dankjewel, Freek. Succes daar, jongens. Yo. Dankjewel. Yo. Nou, wat Freek zegt, Menno, het is chaos. Ja, en bij Den Haag kijken ze daar blijkbaar van op, maar... Ik herinner me dat die hele aandelenoverdracht, dat eigenlijk toen ook al zo ging. Hè? Ja. Dat het geld voor de overname, dat ook maar niet kwam. En dat iedereen toen ook zei, maar dat komt allemaal goed. En ja, ik denk dat er heel weinig Nederlanders zijn die hiervan opkijken dat dit op deze manier loopt. En een andere gedachte die ik ineens vanmiddag had. Wordt het niet eens tijd dat John van Zweden, de behangkoning, dat die op die aandelen gaat bieden? Hoeveel is dat nou waard? Die zijn volgens mij toen voor 8 miljoen of zo naar die bank gegaan. Dus ik heb het idee dat nu voor een miljoentje of 6-7 is dat klaar. Die zit in een smoesje, maar toch? Ik denk dat John van Zweden... Kan die niet eens even aanhouden bijna? Nee, maar ik denk dat hij... Om daarop in te gaan. Ik denk dat niet kan, omdat... Ik denk dat John van Zweden officieel helemaal niet zoveel geld heeft. Kijk, als hij besluit zijn aandeel te verkopen... Ja. Dan is hij zijn leven lang natuurlijk binnen. Maar zolang dat in die club zit... Het idee van jou, dat opperde gisteren Dick Advocaat bij Studio Voetbal. Zijn die dat? Ja, met niet John van Zweden. Nee, niet John van Zweden. Rob Jansen, Dick Advocaat, Kees Jansma, wat andere mensen. Om daar de aandelen van de Chinese eigenaar te kopen. Ja, want dat is natuurlijk de enige manier waarop zo'n eigenaarschap... Dat is heel erg gevaarlijk als het iemand betreft die gewoon niks met die club heeft. Ja. Als die aandelen weer laat vallen, dan ben je de lul als club. Dan heb je een huishouding die je niet meer kan betalen. En dan ben je de pineut. Het wordt een ander verhaal als die rijke suikeroom iemand is die wel van de club houdt. Zoals bijvoorbeeld Noel Hendricks altijd bij Roda geweest is. Dan kun je daar misschien iets aan hebben. Dus als daar nou zo'n echte Hagenees instapt, dan schiet ADO er misschien nog wat mee op ook. Ja, krijg je het mee eigenlijk allemaal wat er nu aan de hand is met de Chinese eigenaar? Is de club nu anders voor jou? Merk je dat aan dingen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb... hoe heet die toch? Hoe? Nee, Wang. Ja, of Hongbo. Ja, dat is Hongbo. Dus ik bedoel, die hebben wij eigenlijk als spelersgroep hebben we die eigenlijk ook nooit echt ontmoet of zo. Of, hij is nooit naar je toe gekomen. Nooit naar als je toe gekomen. Staat wat meer naar rechts. Nee, dat sowieso niet. Maar ik bedoel ook niet even. Hij werd niet voorgesteld. Ik weet niet of dat dan zijn schuld is of van de club van ADO. Van de club ADO zelf. Maar ik bedoel. En Wang heb ik één keer. Stond jij toen op het veld toen hij mee ging doen met de training? Ja, wel, dat wel. Ja. Ja. En wat dacht je toen? Ja, dat is dit dan, joh. Ja, nee, dat... Prachtige witte kicks had hij aan. Ja. Fantastisch. Maar hij kon het op zich ook nog wel, hoor. Ja? Ja, want dat is er natuurlijk wel... beter dan betalen. Dan ja, hij kan beter voetballen dan betalen. Ja. Nee, maar wat Freek terecht zegt, die trainer die is gekomen, dat is een grootheid in China. Hij is daar trainer geweest, hè, van het nationale elftal. En een of andere manier is dat toch niet heel soepel gegaan. Wat ook de reden daarvan mag zijn. Maar... Ja, jij merkt in ieder geval niks aan van deze invasie. Eigenlijk als ik even spreek als spelergroep zijn, dan eigenlijk bijna niks. Want dan krijg je zo'n appje vanochtend of wat het ook is in iCloud. En dan ga je dan onderling even bellen of in diezelfde appgroep even overdoor. We kregen hem binnen, toen zaten we allemaal in de kleedkamer. En toen hadden we het er even over, maar ik bedoel persoonlijk hou ik me er ook niet heel veel mee bezig. Je gaat ervan uit dat het ook nog wel een keer goed wordt uitgelegd. Ja, en je salaris, weet je, dat lijkt me het belangrijkste als voetballer zijnde. In ieder geval. Nee, maar ik bedoel, je bent werknemer. Ja. Nee, dus daarom. Wat was jouw indruk van die Wang, de grote baas? Je mag nu zeggen wat je wil, want de club is toch klaar met hem. Ik heb er eigenlijk niet zoveel mee dat inderdaad een club wordt overgenomen door een bepaald iemand of een... bedrijf of iets, dan wat je zegt zo meteen wilt hij er vanaf en zijn er geen kopers en ik ben daar helemaal niet van. Ik ben geen buitenlandse investeerders of dat soort dingen. Nee. Ondertussen gaat trouwens John van Zweden, die jij net noemde, die gaat helemaal los op Twitter over Jan Herwen de Bruin. Want die schijnt blijkbaar de schuld aan Jan-Willem Wicht te hebben gegeven van dat het nu zo moeizaam loopt. Hij zegt, idioot, jij bent de schuldige. Hou ons even op het oog hoe die verder gaat. Ik wilde wel even met jou over voetballen hebben, want voor mij de laatste 8 wedstrijden, 1 keertje verloren, 93 minuten, Groningen uit. Ja, dat was... En voor de rest, uitstekende reeks. Jij hebt wel veel gelijk gespeeld, bijvoorbeeld Feyenoord thuis gewonnen. Afgelopen vrijdag, knap in Alkmaar. Ja.
Hoe kan dat? Dat het nu in één keer zo goed staat dat jullie niet meer verliezen? Ja, hoe kan dat? Ik denk wat je zegt, het staat wat beter dan voorheen. Het kan met pionnetjes te maken hebben, maar het kan ook met personen dus te maken hebben. Maar het kan ook met een bepaalde organisatie te maken hebben natuurlijk. Waar denk jij dat het aan ligt? Ligt het aan die personen die nu anders staan of zijn jullie anders gaan spelen? Nee, natuurlijk heb je ook te maken met personen en een karakter in een persoon en de juiste taken uitvoeren. Maar ik denk dat we nu als team zijn en wel de juiste tactiek hebben. En de juiste tactiek, misschien hadden we die ook al wel, maar nu is die gewoon duidelijker en staat het gewoon beter. Ja, want wat was er voorheen onduidelijk? Of waarom werd het niet goed uitgevoerd volgens jou? Nou, dat zijn kleine details. Ik bedoel, het coachen. Ik denk dat dat ook heel veel is voorbijgekomen bij ons. Dat we te weinig elkaar op de goede positie zetten. En dat we, het hoeft maar een kleine 2 meter te zijn om goed in positie te staan. En waardoor een tegenpartij er niet doorheen hoeft te komen. En ik denk, we waren er al wel mee bezig. Maar we hadden net die kleine, misschien schuiven die kleine pionnetjes nodig die er nu wel zijn. Dus, Lastig bij ADO aan het begin van het seizoen dacht ik, nou, die hebben best een aardig ploeg, goed ingekocht. Ja. Waar denk je dat jullie plafond ligt dit jaar gedurende deze Eredivisie? Ja, kijk, we zijn nu ongeveer halverwege. Ja. En ik kan nog niet heel veel echt zeggen dat we echt geluk hebben gehad ergens. Misschien pech al wel. Ja. Dus laten we dan zeggen dat we misschien in het tweede seizoen zelf dan wat meer geluk mogen hebben, zeg maar. En dan, natuurlijk het compacte spel wat we nu spelen volhouden. Dan hoop ik toch wel bovenaan rechter, beneden linker rijtje ergens. Stiekem play-offs? Nee, daar doe ik geen uitspraak. Ik bedoel, we moeten gewoon zien. En dat eerst bovenaan het rechterrijtje komen, stiekem. Ja. We sluipen er zo stiekem naar boven. Ben je eigenlijk een voetballer die veel ook andere wedstrijden kijkt? Lekker het weekend als je hebt gevoetbald op vrijdag, dus jij hebt zaterdag en zondag. Ja, het weekend was ik veel met familie. Sinterklaas natuurlijk. Ja. En de kids? Ja, nee, de kids. Die, dus ik heb zaterdag bijna niks gekeken. Ja. Maar zondag wel een beetje. Dus, opvallendste wedstrijd, waren er wel meer, Feyenoord Heracles sowieso. Maar ook PSV Vitesse heb je gezien, Menno? Ja. Ik vond het een heel boeiend potje, want het kon beide kanten op. Ja, ja. Jij werd teleurgesteld. Ik baalde als een stekker, maar dat, ik heb er stukken van gezien. En niet helemaal, moet ik zeggen, maar wel stukken. Ah, ik speelde natuurlijk en, er werd een beetje gedaan alsof PSV daar echt gezwijnd had of zo. En dat vond ik ook weer niet helemaal, weet je wel. Het kon uiteindelijk, hij kon vallen. En dat doen ze dan in de laatste minuut. En dan denk je als Ajax ziet, kut! Ja, wat van jij, Jordi? Ja, als de trainer zegt van, ik denk dat een gelijkspel verdiend was. Dat is eigenlijk... Ja, dan hadden ze hem eigenlijk moeten verliezen, denk ik, als je dat uitspreekt. Maar ik ben het voor de rest wel eens met wat Menno zegt. Zo erg gezwijnd hebben ze ook weer niet. Het is dat in de laatste fase krijgt Vitesse zoveel kansen. Ja, ja. Waardoor je, en dan heb je het met de hensbal van Bruma. Ja. Maar ja, daar staat ook weer die overtreding van Arias. Nakamba volgens mij. Ja. Nakamba tegenover. Dus ik denk, ze hadden gewoon geluk. Maar wel een lekkere goal, zeg. Wat een echt een uitstekende kans. Ja, die bal van Luc de Jong. Die paas. De bal van Luc. Het is nu gewoon in de mode, hè, daar in het Gelderdoom, om meteen over die hekken naar dat uitvak voor dat glas. Zo, dus ik vind, daar moeten we erin. Ja, zo, dat is mooi. Maar dit is voor een Brabander het mooiste wat je kan krijgen, toch? Een bierdouche. Ja, maar hij ging hard op zijn plaats. Ja, hij maakte een goede schuif in. Weinig had last van onderstuur. Hij ging meteen... Hij was zelf kwijt. Nou, eerder vandaag sprak ik met Dolf van Aert, PSV-watcher van Voetbal International. En ik vroeg aan hem hoe de spelers van PSV de overwinning op Vitesse hadden beleefd. Nou, inderdaad dat het allerbelangrijkste was in ieder geval dat ze de 3 punten pakten. Ze hebben vorig seizoen uit mijn hoofd een keer of 3-4 in ieder geval in de laatste minuut gewonnen. Ik kan me een wedstrijd tegen Feyenoord herinneren. Ja. Tegen Heracles Almelo, tegen Willem II in de slotfase. En dit seizoen ging het juist vaak mis in die laatste minuut. Uit bij ADO, thuis tegen Excelsior. Dus ik denk dat ze bij PSV vooral heel erg blij zullen zijn met het feit dat ze het nu een keer in de laatste minuut hebben kunnen winnen. Dat we iets van die... kracht van vorig seizoen terug lijkt. Want dat was de afgelopen wedstrijd een beetje weg bij PSV. Ja, over krachten gesproken. Het lijkt me niet ideaal in aanlopen naar het duel van morgen tegen CSKA dat je zoveel krachten moet verspelen. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen dat het juist enorm veel vertrouwen geeft. Dat je zo'n wedstrijd toch nog naar je toe trekt.
Kijk, als het 0-0 was gebleven, dan leef je toch met een iets ander gevoel naar zo'n wedstrijd toe. En nu win je hem. Dus ja, ik denk dat het juist wel positief werkt voor PSV. Je bent vandaag bij de persconferentie geweest van Cocu over het duel morgen tegen CSK. Wat was het meest opvallende wat Cocu had te melden? Nou, Cocu zegt eigenlijk nooit iets over opstellingen of over zijn wedstrijdselectie. Hij verklapte nu alvast dat Simon Paulsen er niet bij is. Deense linksback. Nou is dat niet echt een vaste waarde. Maar met de schorsing van Santiago Arias had hij best wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Dan had Joshua Brenet bijvoorbeeld naar de rechterkant. Rechterkant kunnen verhuizen. En Simon Paulsen linksback. Maar dat gaat dus niet door. Simon Paulsen is er niet bij. Dus wordt het best interessant om te zien hoe Cocu dat gaat oplossen. Want je zou zeggen, ja, Joshua Brenet doet het de laatste weken goed aan die linkerkant. Dus laat hem daar staan. En dan zou Nicolas Isimad Mirin de beste optie zijn, denk ik, op rechtsback. Ja, je kan ook zeggen, we halen Brenet. Wat van nature toch een rechtspoot is, die halen we naar rechtsback. En dan is de vraag wie het op linksback gaat invullen. Heb je bijvoorbeeld jongeling Jordi de Wijs, die zou dat kunnen. Dat is een linkpoot en een groot talent. Maar ja, andere opties die wat minder voor de hand liggen misschien, maar wel zouden kunnen, zijn Stijn Schaars of Andres Guardado daar neerzetten. Ja. Dus dat wordt in ieder geval morgenavond het interessantste om te zien hoe Cocu dat gaat invullen. Ja, morgenavond PSV CSKA Moskou gaan we straks uitgebreid nog over hebben. Maar Menno, jouw Ajax. Ja. Wij hadden het voor de uitzending over, ik denk dat het misschien wel een van de leukste wedstrijden is geweest van Ajax. In ieder geval van het afgelopen seizoen. Ja. Seizoenen misschien wel. Ja. Ja, nee, zeker. En als ik moet denken wat dan de leukste van dit seizoen was. We hadden er eentje tegen Roda met 6 goals. Die was heel leuk. En er zijn sowieso wel wat. Het is wat leuker bij Ajax dan het vorig seizoen. Ja. En het lijkt er in elk geval op dat het eigenlijk sinds die nederlaag tegen PSV in eigen huis, dat het sindsdien ten goede gekeerd is. Ja. Beetje met een paar knappe uitoverwinningen bij Heracles en bij PEC Zwolle natuurlijk recentelijk. Een paar thuiswedstrijden met veel doelpunten. Het begint ergens op te lijken. En het is nog wel steeds zo dat de tweede helft bijna altijd veel slechter is dan de eerste. Waar komt dat door, denk je? Geen idee. Misschien kun jij er iets over zeggen over wat een voetballer toch, ineens zo ver doet. Ik denk toch een beetje de gemakzucht die erin sluit. Ja, nou ja, daar denk je als eerste aan. Ja. Misschien ook dat het zijn jonge gasten. Misschien dat het fysiek dan ook af en toe een beetje op is of zo. Geen idee, maar in elk geval. Geen blessure. Proberen. Dat. Ja, maar in ieder geval begint het leuker te worden. Ja. En je ziet ook dat die bal sneller naar voren gaat in plaats van dat eeuwige breed tikken, dat gebrei. Waar we gewoon al jarenlang eigenlijk knettergek van worden. En er zaten ook weer echt lekkere goals bij. Want ja. Ik weet niet of de 1 of 2 nog was. Die van Younes, overstapje Fischer. En die kregen hem weer terug van Klaassen. Eerder wie eerder toekomt, Peter. Hè? Victor Fischer, vorige week zei hij, ja, laat hem nou staan, hij gaat scoren, want... Ja, hij is altijd in goede positie, komt hij. Goed voor de goal. En ja, dat zag je wel natuurlijk. Die afgekeurde goal bij was bij Celtic, zag je dat ook wel een beetje natuurlijk. Ja. Ik zag wel heel veel ontlading bij hem bij die eerste. Ja, maar we zitten hier met 2 exieden. Ik neem aan dat jullie nou ook wel een keer blij zijn dat we gewoon... Ja, Jordi. Fatsoenlijk voetbal en gewonnen. En er komt natuurlijk weer een gigantisch lange Hosanna-periode aan. Want Europees voetbal is bijna afgelopen. En ik was ook benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Want het is wel vaak, als wij de toto wel eens invullen, dan in het weekend speelt Ajax de tegenstander van de mat. En dan komt er een belangrijk potje in Europa. En dan redden ze het niet, zeg maar. Nee. En dat blijft toch wel. Dat tempert mij een beetje mijn enthousiasme momenteel. Ondanks dat het leuk is om naar te kijken, eindelijk. Ja, dat biedt ook. Je moet het natuurlijk allemaal heel erg relativeren. Want het gaat nu met Ajax begint het te lopen. En begint het er een beetje leuk uit te zien op het bescheiden niveau van de Eredivisie. Ja. En dat is al heel wat in vergelijking met de afgelopen seizoenen. Want ja, vorig jaar, van het hele vorig seizoen, kan ik me bijna geen fatsoenlijke thuiswedstrijd herinneren. En dat zijn er nu toch al een aantal. Dus het wordt beter. Maar ik vind bijvoorbeeld wel, ja, zo'n Celtic, dat is gewoon toch wel echt een hele zwakke ploeg. Ja. En dat je daar dan heb je thuis echt bij laten winnen. Het is niet de poel dus dood. Vito, jij bent oud Ajax-ziet. Mag misschien niet voor alle Den Haag, oude Den Haagse supporters nu zitten te kijken. Maar hoe kijk je naar je oude ploeg? Vind je dat nog leuk? Doet dat nog iets met je? Jawel, je kijkt wel wat meer, met wat meer interesse naar die ploeg. En ik vind het ook de laatste tijd vind ik het ook mooi om... om te zien, zeg maar. Alleen Europees is het allemaal wat minder. Maar ik bedoel, de kansen en zo hebben ze daar ook wel weer. Weet je? Ja, dus, zeker. Als dat echt dan even wat body erin gooit en wat power, dan is het vaak... Daar zeg je wat. Je weet waar ze zondag heen moeten.
Utrecht. Utrecht. Is dat zo vroeger? Als hij dat zo met zo'n dat is zo vroeger. Ja, ik ga even zitten. Nee, maar dat is natuurlijk wel traditioneel een test voor Ajax. En het is eigenlijk altijd een wedstrijd waar Ajax of helemaal door het ijs zakt. Of echt, ik kan me ook wel een paar keer de laatste jaren herinneren, dat ze er echt goed voetbalden. Niet altijd gelukkig in de uitslag. Nee. Maar ik ben heel benieuwd. Over body gesproken, ja, duel dit weekend. Feyenoord Heracles, nou, dat ging het er aardig op. Vito, kan je genieten van dat soort duels? Ja. Ja? Die kop van Kramer is hier wel echt goud, zeg. Ja, die... of die Kramer, niks doet. Ja, nee, zo maar. Nou, dat Kramer dit weekend natuurlijk masterclass trollen heeft gegeven. En, De vraag was natuurlijk eigenlijk... Wie is er nou eigenlijk irritanter? Is dat Michiel Kramer of Wout Weghorst? Nee, jij hebt tegen allebei gespeeld. Wie is irritanter? Ja, ik bedoel, Michiel is wel een hele goede vriend van mij. Dus ja, dat is eigenlijk best wel simpel. Dat is Michiel Kramer. Nee, ja, Wout Weghorst. Ja? Ik bedoel, ik ken hem persoonlijk niet heel goed. Maar ik bedoel, die trekjes die hij wel eens heeft op tv. En misschien is het een hele aardige uur. Maar wat heb jij dan tegen hem gehad in het veld? Nee, eigenlijk niet. Heeft hij ook ooit iets gezegd over de broer? Nee, eigenlijk niet. Nee, want dat is natuurlijk nu uitvergroot. Maar hoeft hij dat niet te doen natuurlijk, hè? Want dan is het gelijk... Ja, is het nee, zo? Ja, natuurlijk niet. Nee. Nee, dat weet ik niet. Maar het kan me voorstellen dat het ook iemand is die de hele tijd trash talken doet tegen jou in het veld. Nee, ben je daar zelf ook van of niet? Nee, praat je veel tegen spitsen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Oké. Nou, het was wat Peter zegt. Het was eigenlijk een duelletje in een duel. Want het begon bij die goal, die kopbal van Kuyt. Maar ik zat al te kijken en ik denk, wat gebeurt daar joh? En je zag echt twee mensen aan elkaar trekken. Ja, nou, Kramer heeft mazzel dat zijn ploeggenoot eigenlijk nog opzichtiger iemand een beuk verkocht. Ja. Anders zou die denk ik wel wedstrijdjes vast krijgen. Ja, die Gustafsson is geloof ik nu wel de lul. Die moet hangen, ja. Ik denk dat hij wel... Die huisjurist, ik zag een fantastisch tweet. Maar het zou fijn natuurlijk sieren als ze daar niet weer... Ik ben er zenuw van dat het in de buurt van maar even dat serieus. Dat een aandoening is, waardoor je dat wel... Ja. Dat moeten ze toch gewoon nu lekker gewoon een keer accepteren. En kijk, ze zijn er nou 3 keer heel goed weggekomen. Ja, maar wat ik ook niet begrijp, ik was niet in de Kuip gisteren, maar de journalisten wilden hem spreken. Hij mocht niet praten. Laat zo iemand toch gewoon zeggen, ja, ik heb hem inderdaad. Ik had het niet meer toen ik stond, ik heb hem een beuk verkocht. Ja, maar daar zijn ze bang voor dus. Hè? Daar zijn ze bang voor. Ja. Maar bij Feyenoord doen ze allemaal net alsof er niet 100.000 camera's op het veld gericht staan. Want Van Bronckhorst zei ook van... Ja. Nee, maar kijk, Michiel Kramer, je kan zeggen, de vorige keer bij de Graaf zeiden, ja, inderdaad, ik gaf, wat was het ook weer? Een slaande duw. Een slaande duw. Nee, maar de spelers zijn toch niet achterlijk? Nee, maar Vito, als jij dit zou doen, dan zou je toch gewoon, oh ja, ik heb hem mijn elleboog gegeven. Ja, ik denk het wel, maar ik word dan, als speler van ADO word ik in bescherming genomen door de club. Maar wat vind je daarvan? Ja, slim van de club. Maar het is toch raar, want iedereen ziet het toch, je komt dus juist toch veel ongeloofwaardiger over? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk zet je jezelf... Ja, en als club zijnde zet je jezelf eigenlijk voor schut, vind ik. Maar... Ja. Ja, want dat is wel een beetje de wereld waar we in leven, hè Menno? Dat de club dan maar bedenkt, oh, we gaan beschermen. Terwijl, wat Peter zegt, er zijn 100.000 camera's, elk programma laat alles zien. Het is een beetje ouderwets media denken, vind ik, ja. Dat je op zulke momenten die illusie hebt dat je nog iets kunt redden door zo'n jongen voor de camera vandaan te houden. Ja. Ik denk dat het inderdaad beter werkt als hij zegt... Ik weet niet wat me bezielde, dit mag niet en het spijt me enorm. Maar na zo'n uitspraak kunnen ze die zaak nooit meer winnen. En die mogelijkheid om die zaak te winnen leeft. Dus maken ze dat gedaan. Ja, ik vind dat je ook wel een beetje aan je beleid moet denken. En wat Peter ook, of Champagne net zegt. Als club ook gewoon een keer moet zeggen, wij zijn Feyenoord. Of we zijn Ajax, wie we dan ook zijn. Dit hoort niet bij ons, dit moeten we niet doen. Ja. Nee, maar je moet ergens... Maar het gaat niet gebeuren, denk ik. Nee. Vinden jullie ook, want dat lees je nu veel, dat dan geroepen wordt... Ja, we hebben zo'n type als Kramer, dat missen we in Nederland. Iemand die gewoon het bloed onder de nagels vandaan haalt. Dat Wout Weghorst toch ook? Ja, maar ik heb het idee dat Wout Weghorst een beetje de weg kwijt is op tijdens zo'n wedstrijd. Dat hij het echt niet onder controle heeft. En Kramer... Kramer laat zien dat hij de controle juist heel erg heeft. Precies, die heeft het precies in de vingers. Die rent 30 meter op iemand af, wacht tot hij bij een shirtje... Misschien is dat wel enger nog, hè? Dat kan jij kent hem beter dan dat laat ik aan jou over, Heeft hij jou ooit uit de tent gelokt? Of de training of zo? Nee. Nee, maar je hebt ook eerder tegen hem gespeeld, denk ik. Toen hij bij andere clubs zat. Het Volendam misschien? Nee, ook niet eigenlijk. Ja. Ik vind wel dat je op een gegeven moment wel een soort van collectief beslissing moet nemen. Gisteren ging het heel veel over dat het bloedirritant was wat die Feyenoorders allemaal aan het doen waren. En aan de andere kant hoor je s'avonds iedereen discussiëren over in Engeland zenden ze dit niet eens uit.
Ja, make up your mind wat je wil. Maar of het de oplossing is voor het Nederlands elftal, denk ik niet. Feyenoord wint wel gewoon met 3-0. Ja, er is ergens in Nederland nog een club die niet gewonnen heeft. Dat is Cambuur Leeuwarden. 3-0 verloren van Willem II. Als het goed is, hangt Henk Albers aan de... Dag Henk! Ja, goeie avond. Cambuur Watcher voor NEC Media. Lekker bruggetje moet ik zeggen. Ja, lekker toch? De enige club die gaan niet gewonnen ze, heeft. Henk, wanneer denk je dat ze gaan winnen dit seizoen? Dit jaar niet meer. Dit jaar niet meer, want je hebt nog twee wedstrijden? Dit is toch, als ze normaal al 4 bij krijgen. Ja, is het zo erg? Ja. Wat is het grootste probleem van Cambuur op dit moment, denk je? De golf van blessures en kwaliteit. En ik denk dat als blessure leidt dat het een beetje samen hangt. Want wat onze trainer heen heeft al jaren mee roept. Als te veel spelers op de toppen van de tenen lopen. Ja. Ja, dan pleeg je roofbouw op je lichaam. Je spieren, je bezel. En dan krijg je er meid niet de gekke blessures van. Daar krijg ik bestuurders van, ja. Toch vond ik wel iets opvallends. Er is heel veel te doen over Henk de Jong op dit moment. Daar zo wat meer over. Maar ik las wat tweets van jou. Dat spelers op vrijdag kregen te horen. Nou, je staat bijvoorbeeld rechtsback. En die stonden zaterdag in de wedstrijd. Of zondag in de wedstrijd, sorry. Stonden ze op een hele andere positie. Ja, dat was heel merkwaardig. Want vrijdag we hebben altijd een bestmoment. Met het hele scenario altijd na de training. 2 dagen voor de wedstrijd. Of een dag voor de wedstrijd. Hangt een beetje van... Een tijdstip waar wat zaterdag zondag is, maar meestal is het vrijdag. En Henk, die stak het niet door een stoel of banken. En ook Sander van der Streek, om wie het nu even gaat, ja. Die zou rechtsback staan. En dan ineens staat hij toch op het middenveld. En tot ieders verbazing stond Erik Bakker in één keer rechtscentraal. Daar had hij nog nooit gespeeld. Dus ik wist dat ik zag. Dan kan je het gewoon even uitproberen. Ja joh, het gaat zo lekker met Cambuur. Even wat nieuwe dingen. Ja, kijk, Erik had wel gezegd na afgelopen van jaren, de trainer heeft ook gezegd van... kan ik een beroep op je doen om daar te staan? Nou, natuurlijk had Erik gezegd. Maar ik heb hem eens één keer linkscentraal zien staan, maar rechtscentraal dus nog nooit. Ja, wat apart zeg. Maar we hebben het over de trainer die beslissing maakt. Heb je hem na afloop gevraagd hierover? Waarom hij deze verandering heeft doorgevoerd? Nou... Ja, het had meer te maken met het feit dat Wessel Dammers ineens uit de wind moest worden gehouden. Ik vond het heel merkwaardig, want we hebben de Feyenoord-huurling hebben het over. Ja. Dat was eigenlijk een van de weinigen die constant op een bepaalde positie stond. Ja. En als er iets is wat je in een elftal niet te veel moet doen, is wijzigen. En dat gebeurde dus wel, want Wessel die had kennelijk te veel druk op zich wel laten weken. Moest uit de wind worden gehouden en dan moest in één keer alles worden omgezet. Ja, en we hebben gezien waar het toe leidde. Maar is Henk de Jong gewoon helemaal het spoor bijster op dit moment? Nee, dat denk ik niet. Het is een beetje, je moet roeien met de riemen die je hebt. Ja. En als die riemen niet echt lekker kletsen in het water, dan heb je een probleem. Ja. Maar denk jij dat, je zegt roeien met de riemen die je hebt, hij wordt constant bestookt met vragen. Nou Henk, ontslag, stap je zelf op. Ik vind het best wel hilarisch, want eigenlijk moet je het gewoon bij de directie van Cambuur neerleggen. Want die hebben steeds gezegd van het gaat niet om Henk. Terwijl iedereen wil weten, als je iets wil veranderen binnen een technische staf, moet je de trainer eruit schoppen. Ja. Zo klaar is een klontje. Doe je dat niet, en je houdt Henk en je zegt we hebben vertrouwen in onze trainer, heb dan ook het leven om te zeggen van dan gaan we met die man verlengen. Ja. Heel simpel. Maar... Dan hou je gelijk Henk uit de wind. Ja, ik hoor zoiets dat je niet echt groot fan bent van het bestuur van Cambuur. Nee, dat is zacht gezegd. Ja. Dacht ik zo te horen hoor, even tussen neus en lippen. Ja. Ja. Maar wie is de grootste boosdoener binnen het bestuur? Nou, je moet in de eerste plaats kijken naar wie is de baas binnen Cambuur. Dat is Ieper Smit. En dat is de grote boosdoener op dit moment? Nou, in die context wel, ja. Want wat zou hij moeten doen? Trekt hij aan de touwtjes. Hij bepaalt weer wie de technisch directeur is. Die bepaalt weer wie er komen. En zo kom je bij de selectie terecht. Okay, en je bent zo goed als je materiaal. En eigenlijk moet je gewoon denken van... als zit je Van Gaal voor deze groep... dan pak je nog geen punten voor de winterstop. Is het zo erg? Kan misschien binnenkort wel. Nee, maar is het zo erg? Het was eigenlijk al duidelijk in de voorbereiding. DTD, dat zullen jullie waarschijnlijk niet kennen, die club. Maar dat is een hele... Waar ligt dat? Club, dorpsclub, de Draai het Warpen. Oh ja. Daar oefent Cambuur altijd tegen. Daar werd met 2-1 van gewonnen, slechts. Ja, maar die hebben wel een hele goede spits, hè Henk?
Jij kent hem? Nee. Nee, maar de hele voorbereiding tekenen zich dat al een beetje aan. Ja. En wat dan heel tragisch is, is dat Henny van der Vecht dan op een gegeven moment zegt van Berisha, Maasek en Beun niet gehaald als potentiële basiskracht. Nou, toen viel echt bij mij, zoals dat hier zeggen, de bek open. Ja. Want die werden met Mombani binnengehaald van, dat zijn exponentiële, weet ik veel, buitenklasse, Europese clubs zaten achter, bijvoorbeeld een Berisha. Er zijn 15 wedstrijden onderweg. En ik las toevallig gisteren nog, of eergisteren bij de NOS, dat Van der Vecht had gezegd van, niet te veel zorgen maken, de seizoen duurt nog lang, het is nog allemaal pril. Ja, 15 wedstrijden onderweg, zeg, waar hebben we het over? Klopt. De competitie, de staat is al gemaakt. Ja, eens. Heeft die Smit, is die ook verantwoordelijk waarom we eens... Want je zegt, als het slecht gaat bij een club, dan flikkeren we gewoon die trainer uit. Alleen in Leeuwarden flikkerden ze 2 of 3 weken geleden gewoon de assistent-trainer uit. Ja, hoogst merkwaardig. En iedereen weet al dat gewoon niet klopt. Ik bedoel, daar hoef je geen hooggeleerde voor te zijn. Als jij een assistent eruit stuurt, of eruit zet, whatever. Ze zeggen dan ook maar van ja, in goed overleg... Maar wat is er gebeurd? Ik zet er vraagtekens bij. Volgens mij is het een beetje om de achterban zoet te houden. Want Sandor is van de supporters. Dan moet je niet aankomen. Dus een beetje pap en nat houden. En sommige mensen zullen het slikken. Sommige mensen pikken dan waarschijnlijk dwars doorheen. Maar het is zo klaar als een klontje dat hier meer aan de hand is. Maar wat is er aan de hand, Henk? Probeer maar eens degene te vinden die dat werkelijk volmondig durft te zeggen. Die het kan zeggen. Want je moet je natuurlijk heel goed afvragen van, waar baseer je op? Maar is die met de dochter van de voorzitter op dat ingedoten? Wat, in welke orde van grootte moeten we het zoeken dan? Is er iets wat we hier Geert en Oude noemen? Zeg maar de dochter van de voorzitter? Of met de kasten vandoor? Je doet er zo geheimzinnig over. Ik doe geheimzinnig? Ja, weet je wat er is? Of durf je het niet te zeggen? Nou kijk, het punt is, ik zou iets wel durven zeggen. Alleen het punt is, ik kan het niet hard maken. Nee, ik heb daarvoor bepaalde, quotes nodig, uitspraken van betrokken mensen voor nodig. Die zeggen mij dingen in vertrouwen. Ja, en dan ben ik met handen en voeten naar gebonden, want ik ben wel in het ene wat dat betreft. Nee, dat is zeker zo. Maar alleen het punt is, en dat is een glaas en klontje, dat kan ik wel zeggen op eigen titel. Het stinkt gewoon, dit is iets persoonlijks geweest. Het heeft niks te maken met het functioneren van Sander van der Heijden. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar Henk, zit dan Peter wel goed? Is het de dochter van de voorzitter of is het de kassa? De zoon van de voorzitter. Of een dochter of een vrouw zitten of een moeder of een tante, dat weet ik niet. Ah, oké, maar je weet dus ongeveer wel in welke hoek het ongeveer zit. Het rommelt dus aan alle kanten. Ik zeg alleen van, als je het mij vraagt, is het iets persoonlijks tussen de voorzitter en Sander van der Heijden geweest. Oké. Okay. Nou, dan gaan we. Kan nog steeds een Geert, een oudertje. Dochter dus. De dochter, Vito Wormgoor denkt de dochter. Nee. Henk, ik wil in ieder geval hartelijk danken. Laten we afspreken dat als Cambuur een keer wint dit seizoen, dat we dan gelijk gaan bellen. En haal je dan die gekke Harry van Meegen ook in de uitzending? Dat hij eigenlijk een shirt aandrekt, want daar word ik ook helemaal gek van. Hè? Oh, nou, wij worden ook heel gek van Harry van Meegen. Dus hier geen Harry van Meegen in deze show. Maar nogmaals, ik doe bij deze een oproep aan de directie van Cambuur. Henk de Jong verlengen. Als jullie hem zo hoog hebben zitten, verleng dan met hem. Mooi. Dat doet iemand hier een oproep aan de directie van Cambuur. Ja, ze kijken mee. Ik weet dat meneer Smit altijd trouw om 7 uur inschakelt in Leeuwarden. Oké. Okay. Nou Henk, dankjewel en veel succes daar. Ja, graag gedaan. Hoi. Kan ik wel wat doen naar mijn vriendin of niet? Jij kan ook wel. Dan moet je even die camera pakken. Dat je wat later thuis bent voor het eten of niet? Inderdaad. Ja. Hey, maar wat een verhaal, Peet. Ja. Ja, dat is een mooi verhaal. Maar dochter van de voorzitter. Ja, denk je de dochter van de voorzitter? Ja, er zitten mensen vast te kijken. Dat is wel een voetballerij dingetje. Ik hoor dit vaker. Maar laten we even kijken. En wordt er straks in de YouTube-chat wat gezegd? Mensen uit Leeuwarden, mochten jullie een suggestie hebben wat er aan de hand is? Veel sympathie is er voor zowel deze Henk als Henk de Jong. Ja, als de beide Henken doen het goed. Ja. Terecht. Ik denk trouwens dat het een beetje geval is Heracles is. Denk je niet? Cambuur? Gewoon nu even alles kloot valt, maar dat zijn in principe wel... De selectie en leuk voetbal spelen om gewoon net in de Eredivisie te blijven. Ja, nee, daar twijfel ik dus aan. Ik denk dat ze niet zo'n denderende selectie hebben. Nee, maar ik denk dat ook. Dat Henk terecht zegt, de kwaliteit is gewoon waar Henk het nu mee moet doen. En het is gewoon een goede trainer, maar de kwaliteit is gewoon nu niet aanwezig. Veel spelers vertrokken vorig jaar. Ja, en dan is dat wat je overhoudt. Dat is ook als je een half jaar gespeeld bij Cambuur. Dan die Roesnak en nog van die jongens. Deed het heel leuk. En dan hebben we met een half jaar bezig kwijt. Nee, absoluut. Ja. Nou goed, we gaan verder met de voetbalquiz. Vito, ben je goed? In voetbalquizjes?
Menno Pot denk ik wel. Ik vind Menno wel een voetbalquizzer. Nou, daar vergis jij je heel erg in, Niel. Okay. Maar ik ga Menno Pot is absoluut geen goede voetbalquizzer. Doen jullie bij Santos nooit voetbalquizjes? Wat zeg je? Doen jullie bij Santos nooit voetbalquizjes? Nou, dat is nog zo pril dat we er nog niet aan toegekomen zijn. Okay. Maar als het gebeurt, ga ik hem niet winnen. Maar moet ik een poging doen? Nou ja, samen want ik ga wel meteen een idee in mijn hoofd namen. Oké, zeg maar. Vertel. Namelijk, hoe heet die gast ook weer? Kaiserslautern. Nee. Dat was ook mijn eerste ingeving. Dus Vito, daar scoren we wel punten voor, maar... Voor de mensen thuis, wat is de qua inwoners kleinstad die ooit een club had in de Bundesliga? Was de vraag vorige week. Kaiserslautern is af voor maatje Heerenveen of zo, toch? Ja. 40.000 of zoiets? Ja, precies. Die hebben een groter stadion dan dat er mensen in de stad hebben. Dit is de man die alle inwonerstallen weet van. Ja, en ik heb Google voor mijn neus, dus dat, dat is heel makkelijk. Maar heb je enig idee? Of waar zit je dan op Google te kijken? Dan kijk oh, kijk, we hebben hem al. Het staat er nu bij, dus je zou het niet kunnen roepen. Unter Haching. Er was één iemand die het gat had. Heel veel mensen zeiden Hoffenheim. Hoffenheim. Maar dat was hem niet goed. Dus helaas. De winnaar van de quiz is Willem Roosie geworden. Willem, van harte gefeliciteerd. Je moet zijn Twitternaam even opnoemen. Is die Roosie? Ja, ja. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd met de voetbalculture shirt. Dan de vraag van deze week. Vraag ik natuurlijk altijd eerst even aan de gasten. Hier. Welke twee clubs hebben deze Champions League nog geen minuut op achterstand gestaan? Vito, wat denk je? Eentje kan ik wel cadeau geven. Zal ik het doen? Niet doen. Zit letterlijk de Google hier. Nee, 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 maar die weet ik niet. Ik weet het. Oh, ze gaan even in overleg. Hij schakelt mij als hulplijn. Ja, dat is het domste wat je kan doen. Je wilt weer een uitzending. Ja, jongen. Oh, god. Eentje weet ik wel. Ah, nou, welke denk jij? Ik denk Real Madrid. Jij denkt Real Madrid? En jij denkt... Ja, jij klikt hoor. Galatasaray wel, toch, jongen? Galatasaray niet? Nou, die heeft nog geen minuut op voorsprong gestaan. Oh, oké. Dat is een andere quiz. Maar Vito... Okay. Nou, mochten jullie thuis het antwoord weten, hashtag FC Afkikken, dan maak je weer kans op een voetbalculture shirt. Terwijl Vito nog steeds naar het scherm zit te kijken, maar de vraag staat er niet meer. Ik vind leuke shirtjes. Leuke shirtjes? Ja. Oké. Okay. Nou, goed meedoen met de quizvragen, dan maak je kans op een voetbalculture shirt. Misschien even goed googlen. Zijn er gewoon te kopen op voetbalculture.nl. Voetbalculture.com en dan een hartstikke mooi shirtje kopen. Johnny Heitinga, Menno? Ja. Oh. Ja. Zegt ja, hij is een ontzettend aardige jongen. Het is vervelend dat je maar, ik geloof dat hij vandaag gezegd heeft dat hij dus niet weggaat bij Ajax. Waar heeft hij het gezegd? Bij koffietijd. Bij koffietijd, ja. Ah, ja goed, nou ja, hè, daar spreek je de waarheid. Dat weten we allemaal. Dus hij schijnt te blijven. Hij zei ook volgens mij, we willen niet weg uit Amsterdam. Dus het gaat ook hier om, om gezin, gezinsoverwegingen. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk, want de aanhang zingt hem trouw toe. Ja, waar komt dat vandaan? Het was een hele geliefde figuur. Ja, dat weet ik. Maar het begint het nu niet een beetje... Kijk, het wordt een soort folklore. Ja. Het is natuurlijk heel droevig eigenlijk. Het moet iedereen verschrikkelijk tegenvallen. Dat hij zo weinig aan spelen toekomt. En er volgens mij ook niet heel erg aan toe is of zo. Want als je trainer Frank de Boer al gaat zeggen... Hij heeft wel heel veel snelheid verloren en zo. Ja. Dan denk je, oei, dit gaat ook niet meer worden. Ik vond zijn tegenargument in dat geval ook niet zo sterk tegenover de Boer. Dat je dat alleen in echte wedstrijden kan zien. Ja, dus ja. En ik vond het heel erg dat Overmars of de Boer heeft geroepen... Als we ervaring hadden kunnen halen, dan hadden we het wel gehaald. Met andere woorden, ja, waarvoor heb jij het nog steeds gehaald? Ja. Maar goed, is dat wel leuk bij Koffietijd. Zie jij je ooit met je vriendinnetje bij Koffietijd zitten? Vind je dat leuk? Leuk programma? Nou, ik zie met alle respect, Quinty zie ik iets... Liever dan jou, zeg maar, eigenlijk. Ding! Ja, hoor. Nou, oké, die kan ik wel hebben. Maar als je nou over Loretta begint en mij, dan... Nou ja, mijn vriendin is eigenlijk helemaal niet van de voetbalwereld en van de media dingen. Nee. Dat ik weet, dus... Dan schrijf gewoon in eentje naar de... Daar hebben de heitinggaatjes minder last van. Ja, want deze foto is gemaakt door Stanley Gonta. En die heeft een voetbalboek gemaakt, 25 jaar voetbalfotografie. Laten we even luisteren wat het verhaal is van Stanley achter deze foto. Nou, dat is wel grappig. Hij was hij was een van de ballenjongens in de tijd die vaak naast me zat. En je weet helemaal niet wie het is, laat staan hoe die heet. En op een gegeven ogenblik is het zomer 2001, geloof ik. En dan zie ik hem in kostuum, in Ajax-pak tussen Litmanen en Zlatan Ibrahimovic. En dat jongetje dat steeds naast me gezeten had, ik zeg, wat doe jij nou hier? Hij zei, ja, ik speel in Ajax 1. Ik zeg, jij? Echt, al dus, wat grappig. Ja, dat was natuurlijk een hele domme opmerking. Maar ik bedoel, spelers worden opgeleid om ooit het eerste te halen, maar... In mijn ogen was dat een ballenjongen die opeens tussen de grote jongens meedeed. Ja, en dat was wel grappig. En dan die foto, als we nu naar die foto kijken, waarom vind je hem zo mooi?
De achtergrond, ik denk dat Ipanema sowieso een van de allermooiste strandgebieden is. Ja. Van Brazilië, misschien wel van de wereld. Niet dat ik alles ken, maar het is... Het lijkt bijna gefotoshopt dat hij er echt in staat, hè? Ja, nee. Ik bedoel... Die achtergrond, als je het zo ziet, het is er bijna te mooi. Alsof hij erin geplakt is. Maar ja. Eerlijk is eerlijk, als je 30 meter naar rechts gaat... dan sta je eigenlijk voor het Spelershotel... waar ze uiteindelijk in 2014 ook hebben gezeten. En dit was min of meer een lucky shot. Ik was er toch al een beetje aan het posten. Hij liep naar buiten samen met... Joris Matthijssen, dus ik heb van Matthijssen eenzelfde soort van foto, zeg maar. En later kwamen er ook andere jongens. Dus het was de moeite waard om die middag daar te posten. En deze foto van hem heb ik nu voor dit boek gebruikt. Ja, en terwijl Vito gewoon nog even een biertje aan het pakken is... Oh nee, loop verder, rustig verder, Vito. Kom nog bij. Lekker zo. Je moet even je zender... Weer inpluggen. Met zijn infuusje. Nee, wat Peter net zegt, terwijl we het verhaal horen over die foto. Het is gewoon heel jammer, denk ik ook, als je het idee hebt... Ik ben een jongen van Ajax, ik sluit mijn carrière daar uiteindelijk bij af. Ja. Dan, Soms gaat pakt dat voortreffelijk uit en andere keren niet. We hebben het ook met iemand als Aaron Winter gezien, hoe lullig het kan lopen als je dan terugkeert bij je oude club. Ja. En dit gaat ook als een nachtkaars uit. Het is heel jammer. Iedereen had hem iets beters gegund. Maar De afweging van Frank de Boer begrijp ik geloof ik ook wel weer. Want Ajax krijgt heel weinig tegengoals. Dus, Denk je dat jongens die met hem gevoetbald hebben en misschien er ook over aan terug... Nou, over dachten om terug te keren bij Ajax. Dat ze nu daar ook zoiets hebben van... Wie zouden dat kunnen zijn? Van der Vaart, Sneijder. Ja, dat mag ik natuurlijk echt jou niet zeggen, Sneijder. Ja, Sneijder, ik vind het leuk, zie ik hem eens praten dichtbij in plaats op tv. Maar daar die van me, dat zijn toch geen reële opties. Nou, Van der Vaart dat kunnen doen, ja, als denk Van ik. Van der Vaart, ja. Kijk, jullie zijn de buitenlandkennis. Ik weet niet hoe Van der Vaart dit op dit moment doet bij Betis. Maar ja, niet denderend weer. En ja, dan zou je toch kunnen denken... Een kwartier gespeeld. Wat zeg je? Weer een kwartier gespeeld. Ja, maar dat bedoel ik. Dat je na een seizoen in Spanje denkt... joh, ik sluit hem af in Amsterdam. Dat je nu toch denkt, ja... Ik denk niet dat ze hem zo zullen toezingen als ze met Johnny gedaan hebben. Nadat hij eerst voor Betis koos om zogenaamd voor de titel te spelen. Ja? Maar dacht jij dat hij echt terug zou keren al Van der Vaart? Ja, ik had deze zomer wel even de indruk dat het in de lucht hing, ja. Teleurgesteld dat hij dan voor Betis koos? Nee, dat moet hij zelf allemaal maar lekker weten. Ik bedoel, ik denk ook dat je over dit soort dingen niet te veel illusies moet maken. Want er zijn denk ik veel ex-Ajaxiden die nu denken van ja, terug naar de Eredivisie, doei. Ik dacht even niet. Kan alleen maar misgaan. Als je dan gehaald wordt als de grote man die de kar moet trekken met je ervaring. Nee, maar dat bedoel ik. Ja. Ik krijg ze ook niet door die Champions League groep heen. Dan doe je het gewoon niet. Ja, dat begrijp ik ook alweer. Ik zie een groot hoofd op het scherm. Nee, toch. Wat is dit nou, joh? Is dit er toch wel? Live vanuit Zweden. Ga je me gelijk beledigen? Je kan niet zo... Ja, maar Geert, de show is niet compleet als ik jou niet heb beledigd, toch? Laat je schoen eens even zien. Even kijken. Ja, die zijn eenvoudig. Eenvoudig? Waar ben je, Geert? Ik ben in Noord-Zweden. Ik zit op een hotelkamer. Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Ik heb vandaag een beetje gewerkt. En zoals je weet ben ik bezig met... mag ik reclame maken? Nou ja, ik ben een restaurant met mijn bezorgservice. Welke, wat is je bezorgservice? Delikoek heet dat. Delikoek.nl, oké. Okay, ja. Delikoek.nl. En ik denk dat daar in Stockholm ook markt voor is. Oh. En ik heb vandaag met mensen gesproken. Ja, we moeten ons verspreiden in grote steden. Niet zozeer in de buitenkant van de stad. Dat heeft meer te maken met het soort planten wat we vooral hebben. Ja. Maar, dus ik denk dat we in grote steden... jullie zeggen ook dat ik naar Amsterdam moet komen met het hele gebeuren. Omdat Absoluut. Jullie dat missen daar. Ja, nee, daar ben ik mee helemaal met je eens. En je zat in de sauna, of is dat niet doorgegaan? Ja, daar heb ik net. Ik kom er net uit. Ik ben net aangekleed. Oh, oké. Okay. Ik had het al verwacht. Sowieso. En we hadden eigenlijk gehoopt. Zo'n handdoekje. Blonde chick, gewoon een handdoekje om en daar aan het schuiven. Maar dit valt een beetje mee. Maar ik heb gezegd, kom over 10 minuten. Want anders wordt het zo'n zootje. Hey Geert, er is een Geert en Oudentje waarschijnlijk gepleegd in Leeuwarden. Heb je het verhaal gehoord? Nee, maar vertel even. Want ik kreeg een tweet... Gisteren of eergisteren, en dit is toch over een interview dat ik wel interessant zou vinden, maar ik begreep totaal niet waar het over ging. Nee, het is ook iets van vandaag, Geert. Oh. We gaan je echt nog een keer uitleggen hoe Twitter werkt. Maar, we hadden net een gesprek. Wat zit men nou te lachen, serieus? We hadden een gesprek met Henk Albers, Cambuurwatcher, en die zei dat Sander van der Heijden om privé redenen weg is gestuurd bij Cambuur Leeuwarden.
En nu gaan er allemaal wilde verhalen. Het gonst van de geruchten dat hij een Geert den Oudertje heeft gedaan. De dochter van de voorzitter. Ja, of een andere familielid. Of, van, vrouw. Of de vrouw. Nou ja, kijk, dat is een wereldverhaal natuurlijk. Dat soort verhalen hebben we niet zo vaak. We hebben ooit, weet jullie nog, een aantal jaar geleden dat die keeper van Emmen of die keeper van Veendam bij het huis stond van die rechtsback. Hoe heet die? Rick? Weet je het niet meer? Nee. Dieterweg heette die toch, die keeper? Ja, Barry Dieterweg. Ja, die stond, op een gegeven moment kwam die rechtsback. Ja, Rick heette die. Achternaam ben ik even kwijt. Rick? Die gast, ja, rechtsback van Emmel Veendam. Zoek het maar op. Maar in ieder geval, die komt dus thuis en die ziet die wagen van Dieterweg voor de deur staan. En die lacht zijn vrouw even de boel uit te leggen. Ja. En daarom moest die keeper van Veendam toen weg. Hè? Want Dieterweg moest weg. Dieterweg, ja. Goede woordspeling. Jij werd ook ontslagen toen, toch? Nee, hij smulde geen minuut meer. Oh, geen minuut meer. Vind jij het terecht om iemand te ontslaan? Stel, bij jouw catering service... Doet iemand jouw dochter? Vindt dit plaats? Gaat hij er op staande voet uit? Nee, zeker niet. Zo kortzichtig ben ik ook weer niet. Dan zou ik mezelf ook gaan tegenspreken. Ja, ik wil het zeggen. Hey, trouwens, vraag eerst maar, ik wacht wel even. Oké, okay. Vito is bij ons in de studio. Ik ben benieuwd of jullie nog tegen elkaar hebben gespeeld. Je had altijd een grote verhaal over dat je altijd de baas was over centrumverdedigers. Ik denk, nu kan ik het eindelijk een keer checken bij iemand. Nou, de baas was. Ik heb nooit echt een centrumverdediger tegen mag waar ik echt heel bang voor was. Maar wel gewoon respect. En ik heb ook wel eens als verliezer het veld verlaten, laat het duidelijk zijn. Oh, oké. Okay. Wat vond je van Wout Weghorst tegen Kramer? Zal ik even wat zeggen? Nou, ik ben hier in Zweden geweest. Ik heb echt alleen maar de uitslagen gezien. Voor de rest heb ik niets gezien. Internet. Ja, heel goed. Je bent goed met je vak bezig. Sinds Feyenoord Twente zijn ze hier gestopt met het uitzenden van de Eredivisie. Want het was zo slecht. Maar ik hoorde dat Feyenoord Heracles eerste helft ook dramatisch was. Nou ja, het was vermakelijk. Wat is goed en wat is slecht. En dat zijn je Feyenoord fan overigens. Dus okay. Dan zegt dat wat. Nou, Geert, ga lekker. Wat ga je vanavond doen? Nou, ik ga toch wel een feestje vieren, want kijk eens even. Ik heb hier... Kunnen jullie het lezen, wat er staat? Is dat al? Goddelijke Pierre de Sterre 2016. topscorer, toch? Topscorer? Skutekeuning 2016. Maar je bent nu al topscorer van 2016. Nou ja, kijk, dat was de enige fout aan deze prijs. Het was topscorer van 2015. Alleen, degene die het heeft gedrukt had 2016 opgeschreven. Dus ik ben wel vooruitziende blik, want volgend jaar win ik hem ook gewoon. Oké, dit is voor die zomertour die je hebt gedaan? Onder andere. Ja, we spelen ongeveer 15 wedstrijden in het jaar. En is me gelukt om topscorer te worden. Nou, fijn. Gaat vieren. We zien de foto's wel voorbij komen. En we zien je hopelijk volgende week weer. Moet ik voor een plek vrezen nu Jordi daar zit? Nee, zeker niet. Hij heeft wel mooiere sneakers. Daar ga ik verder niks over zeggen. Jordi is een goede vervanger, dat sowieso. Okay. Dankjewel, Geert. Geert, veel plezier. Nou. Jongens, bedankt. Yo, hoi. Yo, hoi. Goed om Geert al. Toch nog, we misten hem al mee. Ja, we kunnen hem wel altijd belachelijk maken, we misten een beetje. We hadden het net over spelers die hun carrière gaan afronden in Nederland. Ja. Jouw contract loopt af volgend jaar. Ja. Blijf jij in Nederland of wil je weg? Nou ja, het is, ik zit er nu 4 jaar. Of in ieder geval, dit is mijn vierde seizoen. Ja. En meestal is dat toch al wel een aantal wat jaartjes dat je dan bij een club zit natuurlijk. En ik heb wel altijd nog de ambitie gehad om naar het buitenland eventueel te gaan. Maar het is dan even afwachten. Een specifieke voorkeur voor competities? De zon of Engeland? Nee, de zon helemaal niet. De zon helemaal niet? Ja, vrouwtje zou zeggen zon. Ja, zon lief. Ik bedoel, en welke zon? Ja, weet je. Ja, inderdaad. Maar, we hebben er maar één, ja. Qatar. Ja, nee, dat is... dat is wel weer het afwegen waar natuurlijk. Dan ga je echt voor het geld. En, bedoel, wat ook natuurlijk belangrijk is voor ons als voetballers zijn. Hè? Maar word je niet afgeschrikt bijvoorbeeld door... ik weet niet of je naast hem zit in de kleedkamer. Je speelt in ieder geval vaak naast hem. Tommy Beugelsdijk is naar Duitsland gegaan. Ja. Heeft voor mij een best goed eerste jaar gehad. Ja. En daarna was het klaar voor hem. Hè? Hij speelde niet meer. Ja. Denk je dan daar zit ik eigenlijk ook niet op te wachten. Of geniet je meer van het verhaal van het avontuur van hem? Nee, tuurlijk. Kijk, Tommy is daarheen gegaan ook met natuurlijk zoiets van... Duitse competitie lijkt me heel erg mooi en aantrekkelijk. En ik denk ook wel wat voor hem natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch gewoon redelijk goed. Eerste jaar is het bergafwaarts gegaan. Dat heeft natuurlijk ook te maken gehad met trainerswissels en dat soort dingen. Dus dan ben je niet gelukkig en dan kwam hij terug naar Den Haag.
En ja, natuurlijk ja, speelt het inderdaad ook wel ergens af in je achterhoofd van als je eventueel een stap maakt naar het buitenland, van ja, je hebt het nooit voor het zeggen van uiteindelijk van ja, hoe gaat het worden en hoe ga je succesvol daar zijn, ga je daar nog stappen maken, ga je nog naar vervolgen naar andere landen nog toe, weet je, ja, het is heel moeilijk, heel moeilijk te zeggen. Maar Nederland, wat heeft je voorkeur? Want als ik het zo hoor, denk ik, zit je echt de aas op een buitenlands avontuur? Oh nee, 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 ik heb echt alle opties nog open. Ik bedoel, heb je al met ADO gesproken? Nee, in het begin van dit seizoen heb ik gesproken met ADO. En toen was het eigenlijk een beetje in dezelfde situatie waar we nu weer in verkeren. Er is geen geld. Er is, op dat moment was het nog onzeker of de Chinese überhaupt zou komen, zeg maar. Ja, die is er inmiddels. En die is er inmiddels. En, maar nu zitten we eigenlijk in hetzelfde schuitje. Dus er is geen geld meer. Dus, nee, dus dan is het makkelijk gesprek, toch? Ja, wie weet, ja, nee, we, nee, maar... kijken. We gaan sowieso nog praten. Dus, ja, en de intentie is voor jou wel om bij ADO te blijven? Of heb je wel zoiets voor jezelf nu dat je zegt... Ja, ik vond het echt mooi met tijd bij ADO, maar ik moet ook gewoon nog een stap gaan zetten. Al wil ik me verder ontwikkelen. Ja, ik denk dat je dat als voetballer en als sowieso als werknemer sowieso overal en altijd moet hebben. Om altijd het beste uit jezelf te proberen te halen natuurlijk. En ik denk dat je dat... dat je ambitie moet nastreven. Maar misschien is dat wel bij ADO. Ik bedoel, ik wil eerst gewoon een goed gesprek met ADO. En kijken wat ze willen. En of het nog een beetje onrustig wordt bij de club qua... maar wat stel ADO, hè, je hebt een gesprek, maar dat je toch het gevoel bij jezelf proeft. Ja, ik wil toch een stap zetten, ik wil mezelf toch ontwikkelen, kijken waar mijn plafond ligt. Ja, wat is dan een logische stap voor jou, als je nu kijkt naar de Eredivisie, voor jou om nu... Dan zit ik inderdaad ook te denken aan misschien middenmoot of top tweede Bundesliga of First Division. Of Championship. Championship inderdaad, zoiets. Misschien een degradant van de Premier League. Maar, Norwich heb City. Ja, maar heb je het gevoel dat jij ook qua hoe je nu voetbalt, eigenlijk misschien nog beter tot je recht gaat komen in het buitenland? Omdat hier natuurlijk altijd de focus ligt op. Hè? En verdedigers moeten zoveel dingen doen. Ja, nee, ja, tegenwoordig is het wel... ik bedoel, met de trainer heb ik het er ook veel over. Dat is een voorbeeld van iemand die heel goed kon verdedigen altijd. Ja. En eigenlijk ligt nu de focus, wat je al zelf zegt... verdedigers moeten tegenwoordig zoveel kunnen en doen. Dat de focus nu ook meer ligt op het voetballende gedeelte. En daar ben ik met Fraser heel erg mee aan de gang gegaan. En daar zijn we eigenlijk tot de conclusie beide al van dat ik al echt enorme stappen heb gemaakt. En dat probeer ik sowieso tot aan het einde van dit seizoen vol te houden. En dan zie ik echt wel wat schip stranden. Ja, wat ik heel mooi vind, je hebt een heel goed seizoen als we kijken naar de kaarten. Ja. Hoe komt dat? Want je hebt voor mij, het vorige seizoen had je 5 gele, 1 rode. Ja. Jaar daarvoor 4 en nu dit jaar heb je er? Ja, die rode was die is nog geseponeerd. Ja, klopt. Ja, maar je hebt hem wel gekregen, hè? Ja, het zou is dat zo? Ja. Nee, oké, okay, heel goed. Geseponeerd. Ja. Maar hoeveel heb je dit jaar? Ik weet niet. Eentje. Hoe komt dat? Volgens mij de eerste wedstrijd was het ook, volgens mij. Ja, daar gebeurde alles. In de eerste wedstrijd gebeurde het inderdaad alles. Maar ben je alles gaan verdedigen? Ik krijg hem een kop van mijn moeder als ik geel pak. Zeg maar de camera, sorry voor die, sorry mam. Ja, sorry mam voor die ene kaart, maar... Nee, wordt ze boos? Ja, ze wordt altijd boos als ik of te heftig reageer op iets. Ze fout er helemaal niet van als ik loop te zeuren tegen de scheids of zo. Maar dan probeer ik weer uit te leggen, ja, maar het is geen zeuren. Het is gewoon... Het hoort bij het spel. Emotie en ja, inderdaad. Ja. Ja, ik vind het toch wel opvallend. We hadden hier vorige week Vincent Janssen zitten, die natuurlijk als een speer gaat. Mounir El-Hamdoui speelde hier, dat is ook niet de minste. Ja. En die bleven toch vrij eenvoudig. Afgelopen vrijdag tegen AZ. Oh, zo. Ja, maar ik moet zeggen, het zijn wel twee hele goede voetballers natuurlijk. Vooral bij Vincent Janssen is nog een jonge jongen. Dus die komt er ook zeker wel. Maar bijvoorbeeld Mounir, ik had er wel eens tegen hem gespeeld toen ik bij Jong zat? Jong Ajax zat. Oh, Jong Ajax. Ja. Toen speelde ik tegen hem. Toen speelde ik tegen Jong AZ. En toen had ik hem ook wel in mijn broekzak. Dus dat hield ik goed vast. Maar, dat zei ook heb je al gehad. Manier weet je. Nou, ja, hij zou me nu niet gekend hebben. Wie vind je de beste spits? Wie vind je het moeilijkst om tegen te spelen? Wie is het? Je mag niet Kramer zeggen. Nee, ja, dat wilde ik eigenlijk niet doen. Nee, ja, wie is op dit moment de beste spits? Lukt u al? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat hij is sterk. Hij is toch wel redelijk snel. Hij is
kopsterk natuurlijk. Ja, het maar tegen Vitesse. Voor mij heeft hij 98 kopduels gespeeld. Ja. En 98 keer gewonnen. Ja, nee, maar daarom. Dus, en hij loopt goed, weet je. Het is niet zo dat hij echt in de punt blijft staan. Nee. Ja. Hij zakt uit en hij is altijd bezig onderweg. En hij kan gewoon goed voetballen. Dus, ja. Maar discussies met scheidsrechters, ben je nu daar minder in geworden? Nou, ik moet zeggen dat ik... dat heftige reageren, zeg maar. Dat zit gewoon in me. En meestal, volgens mij, kennen de scheidsrechters... kennen me nu ook wel een beetje van hoe. Maar met wie kan je nou tegen... Welke scheidsrechter is nou lekker? Daar kan je gewoon ook wat tegen zeggen. Dat zegt hij... Hey, Vito, hou nou even je mond dicht, man. Ga lekker dat heb ik wel eens bij... Manschot heb ik dat toevallig kennen. Die woont ook in Houten trouwens. Oh, dan lekker maar even een bakje koffie altijd. Ja, nee, maar dat... Bij jou voorbij. Nou ja, zo'n band hebben we ook weer niet. Maar ik bedoel, dat is wel een scheidsrechter die laat veel doorgaan. En die zegt gewoon, als je even emotie toont, wat ik normaal vind in het voetballen, met respect natuurlijk erbij zeggen, dan laat hij het gewoon doorgaan en doet hij net alsof hij het niet hoort, zeg maar. En bij wie kan je het minst zeggen? Dat je meteen denkt, oh, ja, moet ik het echt niet zeggen? Ja, bij Vissichem heb ik het wel... Die gaat gelijk dan... En bij Kuipers heb ik het ook al... Ja, misschien is het wel een van de beste scheidsrechters op dit moment. Ja, vind je hem ook wel de beste? Ja, dat vind ik persoonlijk niet. Nee? Want ik vind wel dat je als scheidsrechter moet je wel... Tot op zekere hoogte kan je wel gewoon... denk ik gewoon wat dingen uitleggen, zeg maar. En niet zo op je strepen staan, vind ik. Maar, ja. Kijk je ook altijd vooraf, zeg maar, wie de scheidsrechter is... En misschien hoe je daar ook zelf in moet... Jawel, ja. Ja. Niet hoe je hem kan bespelen of zo, maar ik bedoel, als je een beetje een klik hebt met een scheids. Dus niet tegen Manschotten dat je zegt, ben je nog naar de meubelboulevard geweest? Nee, maar ik ben dan gefocust op het voetballen en hij op zijn ding. Dus, en dan laat ik hem ook helemaal bij. Dus maar, toch kijk je wel even wie de scheids is. Ja. Heb je ooit aangedacht om krullen te laten groeien? Want ik zie nu, je hebt je petje op, voor mij heb je heel weinig haar. Nee, valt wel mee. Kijk. Nee. Want als ik krullen zou hebben, zou ik het wel want laten groeien. Wie is je grote voorbeeld? Ja, ik heb het ooit eens een keer, ik heb het volgens mij vorig jaar gezegd. De man met de boskrullen? Ja, David Luiz. Want? Ja, die kan wel goede vrije trappen nemen. Ja. Oh, je kan bij televisie werken, want we gaan nu even kijken naar het instartje. Toevallig, man. Dat jij, eigenlijk de zwammerbal van David Luiz, dat ging jij even voordoen hoe dat eigenlijk moet. Laten we even naar gaan kijken. De zwammerbal is een bal die denk ik moeilijk te stoppen is voor de keeper. Hij zwabbert alle kanten op en ik denk daardoor het woord zwabber. Hoe? Zwabber. De techniek is, ik leg hem neer en ik probeer hem met mijn binnenkant zo te raken dat hij zo naar buiten gaat, dus naar rechts gaat. Ik raak hem precies in het midden van mijn schoen. Ik ga erachter staan en ik probeer hem zo een beetje naar rechts te schieten als het ware. Als hij echt goed gaat, hoef je hem niet eens hard te raken. Gewoon goed raken en dan als het goed is, zwabbert hij alle kanten. Hoe weet je dat je deze techniek beheerst? Ik weet niet, misschien scheef je poten. Je hebt hem toch? Ja, dat is een terechte vraag, Menno. Ja. We zien die laatste er heerlijk ingaan. Ja, waarom neem je ze niet? Ja, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd heb ik wat last van mijn pees, van mijn knie. Okay. Dus na trainen is vooral gelijk ijs erop en eigenlijk weer je ritueeltjes pakken met dan bad dan en dat soort dingen. Ja, wie weet. Nee, maar dus daarom ben ik ook niet meer echt aan het oefenen. Dan heb ik zoiets van, die jongens die nu aan het oefenen zijn, weet je, extra na trainen heb ik zoiets van, laat die jongens dan ook gewoon de vrije trap in de wedstrijd nemen. Maar ik vind inderdaad, nu jullie het er zo over hebben, vind ik het wel weer. Heb je dit gezien, jongens? Ik denk dat ze het ook wel hebben gezien. Ik was ook nog wel benieuwd welke verdediger je echt heel goed vindt. Want Luiz, dat is een vrij trap, leuk. Maar ik vind hem qua verdediger is hij misschien niet de beste. Maar qua voetballen vind ik wel mooi. Maar vooral Thiago Silva vind ik toch wel de beste. Menno, we kregen eerder vandaag, we zaten hier op de redactie, kwam een hele leuke Twittervraag, ik weet niet of we hem hebben, maar ik weet nog, ze vroegen, Menno, als je Ajax moet vergelijken met een muziekband of een artiest. Hier. Ja. Freek Laurensen. Die ken ik ook nog van Twitter, ja. Even de groeten doen ook aan Freek? Freek. Maar?
Doet alles op. Nou ja, nee, daar zit ik toch wel aan zoiets als Coldplay te denken. Oh. Och, jezus. Namelijk, nou. Vroeger... Nou, we hebben niet dezelfde muzieksmaak, Peter en ik. Ga door. En daar zit ik te denken aan... vroeger in kleine theatertjes heel erg goed. Nu in hele grote stadions veel minder goed. En ook een beetje mietjes. Nou ja, en dus nee. Dat... Kijk, absolute bagger, maar zeg maar. Ik wil niet... ja, ik wil ook weer niet de opgaande lijn van Ajax nu meteen zo negatief bejegenen. Want, hè, maar ja, ik hou het voorlopig toch even op Coldplay. En welk liedje past het beste bij jouw gevoel als Ajax-fan? Er is een Amsterdammer dood gegaan, Johnny Kraaikamp. Tragedy van ABBA. Tragedy van ABBA. Ja, nee, bij mijn gevoel als, gewoon als voetballiefhebber sowieso, dan zit ik toch aan de eerste album van Oasis te denken. Okay. Gewoon echt zo'n bierplaat is dat, weet je wel. Gewoon met veel testosteron. En dat voelt zoals voetbal voelt. Okay. Ben je een muziekliefhebber? Ja, nou ja, niet van vroeger in ieder geval. Nee? Ik bedoel, niet met namen en weet ik wat al. Je luistert gewoon wat op de radio. Ja, Justin Bieber, hè? Justin Bieber? Kijk. Ja, dat laatste nummer, moet je toegeven. Jij als muziekrecensent, wat vind je van Justin Bieber's nieuwe album? Dat is een pikante vraag, want ik heb ooit eens bij De Wereld Draait Door tegenover een horde losgeslagen Justin Bieber fans gezeten. Die boos waren om een stukje van mij over Justin Bieber. Waarin ik had geschreven dat hij geen blijvertje zou zijn. Oh. En dat is hij nu toch wel een beetje. Begint hij nu toch wel een beetje te worden. Maar kunnen we zeggen, Menno Pot is een belieber? Dat zou ik dan maar weer niet zeggen, meneer Van Vliet. Vito Wormgoor is een belieber. Ja, duidelijk. En die schaamt zich Maar dat is een beetje van is leuk, hè? Dat hele album is. Ja, er komen ook nog een tweede vraag binnen. Dit vind ik wel echt een goede vraag. Jij als muziekjournalist en hopelijk liefhebber van FIFA. Wat is het beste nummer in FIFA ooit? Wil Niels weten? Ik speel het nooit. Ik ben geen gamer. En de kids? Mijn kids die zijn 3 en 5, dus die hebben nog even. Die spelen andere spelletjes op de iPad. Ja. Maar ik hoor wel eens Song 2 van Blur eruit boomen uit dat spel. Ja. En dan denk ik, ja, dat moet dan wel de beste zijn. En Vito, heb jij Nee, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die... Fatboy Slim. Dus ik sluit me bij u. Fatboy Slim, de Rockefeller Skank. Heel die goed. Is ook topper. Goed. Week 98? Ja, zit die er ook FIFA in? FIFA 99. Dan ga 99. Ik daarvoor. Ga ik met je mee. Top. Ja. Zijn er nog meer eigenlijk vragen in de YouTube-chat of... Jij wil stellen? Over FIFA even toevoegen dat echte voetballiefhebber speelt natuurlijk Pro Evolution Soccer. Maar dat jongen. Willem Roosje vraagt... 2006 belt, dus wil een mening terug. Komt concurrent Wilfried Kanon dit seizoen nog terug? Mooiste naam in de Eredivisie. Ja, Boom Boom Kanon, hè? Boom Boom Kanon. Ja, hij is wel hard op weg om weer terug te komen, zeg maar. Hij is nu wel weer... Ja, zo goed als fit. Volgens mij vanavond deed hij ook weer mee met Jong. Oké. Okay. Met Jong Ado, dus ja. Nou, dan gaat hij in ieder geval wel terugkeren. Ja. Fijn voor hem vooral ook. Maar ook fijn voor jou? Vind je het fijn om met hem te spelen? Ja, nee, maar ik bedoel, concurrentie is nooit slecht. Houd je scherp. En, ja. Zo, okay. Omero vorig seizoen bij jullie? Ja, twee seizoenen gelijk. Ja. Je doet nu goed bij Kasim Pasha van Donk. Zo grappig. Ja, klopt. Ja. Dat speelt elke week. Ja. Mooi, het is wel een mooie naam, hè? Wilfried Kanon. Ja, natuurlijk wel. Goed. Dan kan je zo'n duootje met Leon de Kogel. Zie voor. Ja, die zullen toch wel nooit tegenover elkaar hebben gestaan. Ja. Ja, dat moet bijna wel, toch? Ja. Ga je trouwens donderdag nog naar Ajax? Laatste kans, Ajax Molde. Ik moet naar de Ziggo Dome om een concert te recenseren. Dat zegt misschien ook wel heel veel, of niet? Maar een rotbaan heb jij toch? Ja, de plicht roept, hè. Maar wat als het er echt om was, dat gaat er natuurlijk, sorry, het gaat er nog steeds echt om. Je hebt het alleen niet meer in eigen hand. Was je dan wel gegaan? Dan had ik misschien, ja, denk ik, ja, wel. Ja. Maar goed, ja, ik bedoel... Geloof jij nog dat ze het gaan redden? Dat is eigenlijk dan... Nee, dat is absoluut uitgesloten. Ja, maar dat is eigenlijk ook al... Dat leed was al eerder geleden, hè. Dat was... het zag er natuurlijk al wat langer heel slecht uit. En ik vond het ook een klein beetje pijnlijk om te zien... dat Ajax die op zich mooie overwinning bij Celtic... hoe die ploeg dat stond te vieren bij dat uitvak, weet je wel. Ja. Dan denk je, jezus man, dit is de avond waarop je uitschakeling... in de groepsfase van de Europa League ongeveer... officieel is geworden. Mag dat iets ingetogener alsjeblieft? Misschien maar vooral ook omdat ze zelf dan steeds roepen aan het begin van nou, halve finale moet minimaal lukken. Ja, jij denkt dan misschien dat ze dat nog niet wisten. Nee, misschien wel. Ja. Dat is ook moeilijk omdat het natuurlijk voornamelijk om die serie ging. Met zijn doelpunt. Die was wel de overalspeler, maar het zit wel wat in. Maar zeg dan even in de kleedkamer tegen elkaar van jongens, dit was stiekem gewoon wel echt een hele lekkere pot, een lekkere overwinning of zo. Ja. Maar op die manier daar gaan ze dan hossen met z'n allen. Dat vond ik een klein beetje pijnlijk. Morgen wel op de bank voor PSV?
En hopen dat PSV wint? Ik ga kijken, ja, absoluut. hopen dat PSV wint. Ik denk dat we zijn helaas een beetje de fase voorbij dat ik gewoon kon hopen dat ze zouden verliezen. Want Nederland heeft nu gewoon de punten echt verschrikkelijk hard nodig. We gaan die Champions League plek anders kwijtraken. Dus hup, PSV. Vito, ook op de bank morgen kijken? Ja, zeker. En wat denk je? Ja, ik denk dat ze toch wel... Ik denk dat ze wel een goede kans maken, hoor. Ja? Ja. Is het niet gewoon altijd het euvel wat we hier in Nederland hebben? Dat we altijd denken dat we een kans hebben? Ja, maar dat is het misschien ook wel. Ja. Je hoopt het misschien. En, ja. Dan denk je het ook gelijk. Ik bedoel, Zij hebben wel een ploeg met een aantal jongens die wel weten wat erbij komt kijken. Dat is wel in dit soort wedstrijden. Ja. Ja. Eigenlijk on-Nederlands, wat PSV heeft. Die ervaring. Nou, maar ook letterlijk on-Nederlands. Ja. Ja, nee, met die jongens die ze hebben, ja. Maar ook zelfs zo'n Luc de Jong. Weet je, dat is iemand die toch het misschien dan niet gehaald heeft met zijn buitenlandse avontuur. Wel een jongen die al heel lang meeloopt, kampioen geworden is. En, ja. Wat denk jij? Gaat PSV het redden? Jij als buitenlandkenner? Daarom wil ik het antwoord nog niet verklappen, want om 9 uur gaan we verder en het is een wedstrijd van de Toto, dus daar kunnen we hem toelichten. Maar los daarvan. Hebben we al 9 uur nog? Was het iets om 9 uur? Jordi en Jean-Paul, buitenlands voetbal. Om 9 uur, de belangrijkste reden waarom ik hoop dat PSV doorgaat in de Champions League is natuurlijk dat ze dan lekker punten blijven morsen tegen kleine ploegen in de Eredivisie. Ja. En dat is slim. We moeten eigenlijk AZ nog hebben. AZ en FC Groningen, ja, spelen eigenlijk nergens meer om, hè? Nou, daar gaan we niet over hebben. Ik zal ook wel weer boze mensjes krijgen uit Groningen en uit Alkmaar. Ja. Gewoon! Hey, daar zijn we weer. Het allerbelangrijkste onderdeel van het programma. Vito denkt, nu komen er echt 700 vrouwen binnenlopen. Waar zijn de belletjes, jongens? Waar zijn de bellen? Geen idee. Waar zijn de belletjes? We hebben geen belletjes. Weet je waar de belletjes zijn? Ergens in de hoek. Ergens. Nou, als je het antwoord weet, klap je in je hand. Oké. Normaal kunnen we op belletjes slaan. Maar goed dat Geert hier niet bij is. Geert is, daar sta ik. Pak ze even. Ja, we zien ze. We gaan even uitleggen. Hier is zo meteen een foto te zien van de speler. En waar speelt hij? Dat is de vraag. Een club zoek je dan? Een club. Of een positie? Een club. Nee, club, ja. Oké, een club. Dus jij mag kiezen met wie je wil. Geert staat op visie. Nou ja, ik zou... Zullen we, omdat we allebei slecht zijn, samen gaan? Dan ben ik met Vito. Oké, Jordi en Vito, dankjewel, jongen. De belletjes zijn boven tafel. Hey, ja. Dan ben ik met meneer Pot. De stand is geloof 7-3. Ik dat jij voor staat. Wij zijn het team. 7-3, wij zijn het team. Dus als je het ziet, gewoon drukken. En dan, anders druk ik, mag jij het zeggen. Maar, nou, kom maar door. Ja, laten we de eerste tune. Laat ze de eerste maar ingooien. Daar is de tune. Lekker, die tune is zo lekker. 90's, hè? Ja, wat weet je? Rad van Fortuin. Met Hans van der Tocht. Hey, Regie voor La Para. Ja, dat zeg jij maar. De Wolves. Nee. Vito, hoor hij nog een nee. De Wolves, toch? Ja. Nee, we willen nog even overleggen. Ik dacht Brighton of Albion. Het is verhuurd. Ja, maar maakt niet. Hij zit nu toch bij Brighton. Met Brighton. Ja. Van Wolves naar Brighton. Dat is goed. Hij staat onder contract bij de Wolves. Wij zeggen ze gewoon allebei, weet je. Ja, maar hij speelt bij Brighton. Zometeen nog een heel verhaal over Brighton in de show vanaf 9 uur. Even bij de wc. Hele subtiele plug dit. Ja, dankjewel. Ik kom straks niet met de plug af. Nee. Had je het antwoord geweten, Neil? Brighton of Albion. Maar wat krijgen we nu? Nee, we hebben nog 4 te gaan. Oké, hoe voorkomen we dat? Danny Holla, Elvis Manu. Ja. Ja. De volgende is Agile Varnold. Of Achille Varnold. Achille Varnold. Je bent een journalist. Weet ik veel, jongen. Voor je beroep hou je hiermee bezig. Ik weet het. Achille, denk Agile? Ik. Maar als je het fout hebt, is het min 1 of zo? Nee, ik kan wel aansoepen. Druk dan. Moet wel even drukken. Ik weet echt, ik heb geen idee. Heerenveen. Nee, dat is niet goed. Mogen jullie het nog... Dit jaar gedebuteerd tegen Ajax? Oh nee, wij zijn geen team, hè? Dus, nee. Dit jaar gedebuteerd tegen Ajax. Ja, maar je moet hem niet gaan helpen. Ja, zo goed ook. Ja, lekker. Ja, echt niet. Zullen we een shirtje te kijken? Keurig. Ja, heel goed. Ja, 2-0. Nou, nog eentje zijn we. Lekker hoor. Ja, als je hem nu... dan heb je een jantje. Die laatste is... Het is wel fijn om te zien dat Neil dit ook wel eens verliest. Die laatste telt helemaal niet dubbel. Nee, die regel hebben we afgeschaft. Het is gewoon 3-0 dus voorbij. Goed hebben, dan nog geen net als de volgende. Komt u maar. Jack Byrne. Byrne. City. Heel nasty. Maar zo daar cool. Speelt hij niet namelijk. Oh, dat is weer verhuurd. Dan maak jij het af. Is wel goed. Ja, jullie hebben al gegokt, hè? Ik mag niet meer, denk ik. Wie denk je? ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Je hebt je in die club verdiept. Voor dit programma. Oh. Ik? Ja, jij ja. Ik heb het Henk voor, man.
Cambuur Leeuwarden? Heel goed. Yes! Yeah. Ja, ik dacht 1-7. Serieus, maar dit is een half puntje dan. Nee. Dat kan echt niet. 2-1. We gaan door. 2-1. De volgende. Louis... Hoe spreek ik dit uit, Jean-Paul? Utrecht. Louis Engagnoni. Engagnoni uit Frankrijk, hè? Engagnoni. Dat doet al. Ja, het is ook goed. Ja. Huurling van Lyon. Vito, jongen. Je bent wel goed, zeg. Vito is een het is eigenlijk al beslist nu. Maar... De laatste, Menno. Kom op, man. De laatste kan alles goed maken. Komt ie, hè? Desley Ubbing. Druk jij nu dan? Ik druk er niet. Ja, maar die zou niet bij RKC voetballen. Nee, die speelde ook niet in de Eredivisie. Dat zal ik je erbij vertellen. Desley Ubbing. Menno, blijf nog langer naar het scherm kijken. Hij weet ook niet waar ik werk, hoor. We gaan Desley... hebben we Desley is de beste, beste opmerking tot nu toe. Ik kan er geen punten voor geven, maar het is een goede opmerking. Ze slachten daar altijd een schaap voor de wedstrijd. Ja, waar zei dat? In de spelerstunnel. Oh, dat is een goede hint. Ze slachten daar altijd een schaap voor de wedstrijd in de spelerstunnel. Nee, je kijkt maar, dat klinkt Turk. Wie belde er net dan? Wie was dat? Hij. Nee, ik heb niet gedrukt, ja. Hij drukte. Niel, dan willen we het graag horen. Een schaap in de... Desley Ubbing. Oud RKC-speler. Is dat iets in... Karabach? Ja! Ja! Bijna goed. Nee, het is niet helemaal goed. Het is niet helemaal goed. FK Aktobe. Nee, het is Shakhtar... Shakhtar Karagandy. Karaganda heb ik hier staan. Maar Karagandy... Nou, geweest zijn, Jordi. En hij is veroordeeld wegens misbruik met een 14-jarig meisje. Dat zag ik op... Nee, hier. Het stond op zijn Wikipedia. En dan is het zo. Als het op Facebook gestaan werd, dan is het zo. Dat weet ik niet. Broertjes dit jaar... Vorig jaar half seizoen is het gekomen. Ah, oké. Ik dacht misschien je kent zijn broertje. Ik weet niet hoe lang die al weg is. Dat deed ik eigenlijk over. Volgens mij sinds 2014. Nou, dan tot in ieder geval niet. Maar lekker hoor, Vito, dat je gewoon Niel op eigen huis gewoon even zo... En gewoon zeggen, je moet mij niet kiezen, ik weet niks. Heel goed. Ja, prikte ik mooi erin. 7-4. 7-4, dat zal Geert bij me zijn. Ja, je hebt vooral Geert blij. Menno, dankjewel voor het komen. Ja, die zit nou juichend in Stockholm. Ja, ik denk, het is bij jou om de hoek. Dus, ik loop zo meteen naar huis, ik ben er binnen 2 minuten. Gezellig. Nou, dank voor je komst, Menno. Veel plezier donderdag bij het concert. Dank je. Naar wie ga je kijken? Naar Florence and the Machine. Oh, aardig. Maar ik neem mijn kaartje voor Ajax Molde wel in mijn binnenzak mee als er niks aan is. Mensen, mochten jullie de krant lezen vrijdag en de recensies nog niet af. Vito, thanks voor het komen. Ja, heel veel succes. Hopelijk komende maanden dat er meer duidelijkheid gaat komen. Ja, hoop ik ook. Hopelijk blijven we op 1 gele kaart staan. Dan wordt mama een worm gehoord. Niet meer teleurgesteld. Ja, Jordi Amali, dankjewel. Ik hoop dat ik niet heel veel Geert fans heb boos gemaakt vandaag. Maar, Je hebt in ieder geval niet je excuses al over aan te bieden voor iets. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar je hebt hetzelfde accent als Geert, dus dat komt goed. Ja. Straks om 9 uur zien we jou terug. Ja, zeker. Ga even Jordi en Jean-Paul, de buitenlandse show. Gast, wat hebben we straks? Wat hebben we niet? We hebben Minne Groenstegen voor de Premier League. We hebben Willem Haak voor de Serie A. En Maarten de Roon. Maarten de Roon, ik zeg altijd Maarten. Ja, de revelatie. Dan moet je hem ook straks gewoon Maarten noemen. Hot topic natuurlijk. Live via Skype straks. Live via Skype, interviewtje. Leuk. Straks de buitenlandshow, Jordi en Jean-Paul. Vanaf 9 uur op youtube.com/FC Afkikken. Abonneer je op dit kanaal. Vergeet ik elke week weer te zeggen. Aan het begin, aan het eind doe ik dat wel. En straks zien we je graag terug om 9 uur bij Jordi en Jean-Paul, de buitenlandshow. Groeten. Groeten. We'll be right back.
Yeah.